Hi, mijn naam is Joanna van Eatcard. Ben jij ook zo'n fan van Walk to Go? Kom dan snel met mij mee. Okay, ik ben Karim Harjouri. Ik ben 45 jaar. En ik ben een van de mede-eigenaren samen met je. Het concept is eigenlijk een snelle hap en eigenlijk een gezonde combinatie van. En we proberen de juiste prijs-kwaliteit verhouding toe te passen eigenlijk. Het is heel goed om het in het restaurant te eten, maar je kan het ook heerlijk meenemen naar huis. Het was een idee van Jip, we zijn goede kennissen, we kennen elkaar al 12 jaar lang. Ik ben een van de toeleveranciers. Wij leveren groenten, frisdranken en non-food. Op een gegeven moment zei hij, laten we samen iets leuks, een project samen doen. En zo is het eigenlijk tot stand gekomen. 3 maanden geleden zei hij, ga eens even een pand bekijken die ik op het oog heb. En kijk of je wat vindt. En de volgende dag zeg ik, ja, laten we het doen. En zo is het gebeurd. Eatcard vinden we echt een fijn systeem om mee te werken. We werken ook met buitenlandse werknemers, waar de taal momenteel een beetje een probleem is. Maar ze kunnen de letters et cetera goed lezen. En het heeft ons heel erg geholpen om het proces tijdens het voorbereiden en het serveren naar de klant toe heel gemakkelijk te maken. De klant ervaart het ook goed omdat er heel weinig fouten worden gemaakt bij het uitserveren. Omdat op elke bon staat wat de werknemer moet doen. Want bijvoorbeeld frituur krijgt een aparte bon. Bijvoorbeeld de bubble tea maker krijgt een aparte bon. De medewerker doet de noedels of rijst. In de wokjes doet, die krijgt ook een aparte bon. Het is toch een hele mooi gesloten systeem. En uiteindelijk is degene die de order uitdeelt aan de klant, is eigenlijk verantwoordelijk voor het gehele proces. Maar door die bonnen maak je heel minder fouten.